We hebben nu regen gehad en heel erg warm weer en de tuin is helemaal ontploft gewoon. Maar ja, dat betekent wel dat ik heel veel dingen kan laten zien aan jullie. Welkom bij Riksmoestuin aan Zee. Ik heb deze bloemkool laten staan, want na een hele week bloemkool eten was ik er wel een beetje klaar mee. En het is leuk, want nu is die doorgeschoten en maakt die bloemen. Dus kun je zien, dit was zeg maar de bloemkool zoals je die kent van het eten, van avondeten. En nu is het helemaal doorgeschoten en dan wordt elk zo'n klein wit dingetje wordt een bloemetje. Want het is natuurlijk ook gewoon een plant. Dus die gaat ook bloeien. De boerenkool is zeker enorm groot geworden. Het is hartje zomer en ik moet denken dat ik aan de winterkorst moet. Ik moet hem gaan oogsten. Dus dit wordt de zomerboerenkool deze keer. Daarna maak ik wel, wel winterboerenkool, gewoon nieuw zaad erin. Nou ja, hoe heet dat ding ook alweer? De mergkool. Die begint ook aardig groot te worden. En de palmkolen gaan goed. De komkommer. Ik had hem een rekje gegeven zodat hij een beetje kan klimmen. Maar de gaat er steeds uit. Hij wil die kant op. Maar ja, daar is het pad, dus dat gaat niet. Dus hij moet wel een beetje terug. Hij heeft wel bloemen. Dus de komkommers komen eraan. Heel even wachten. Dit is andijvie. Ik kan je haast niet meer zeggen, hè? Als je het zo ziet. Die is ook doorgeschoten. En die maakt allemaal mooie blauwe bloemen. Ik wist niet dat andijvie zulke mooie bloemen had. Zo leer je elke keer weer wat nieuws in de moestuin. Het is een beetje zonde om dan weer weg te gooien. Hè? Om weer eruit te halen en weg te doen. Maar ja, er moet iets anders komen, want deze is klaar. Die kunnen we niet meer eten. Wel mooi. Nou, het pompoenenveldje is een beetje uit de hand gelopen. Hier, daar loopt nog een pad ertussen. Nou, daar kan je niet meer lopen. Zo veel. Dus ik moet toch hier een paar takken of weet het, bladeren af gaan halen, want anders kan ik er niet meer tussen. Het is wel leuk om te zien zoveel. Kijk wat een mooie bloem het ook heeft. Er zit zelfs een bij in. En daarachter had ik ook nog pompoenen, die Japanse pompoenen. Hup. Ja. Hier was eigenlijk de bedoeling dat hier nog wat anders zou komen. Maar ja, die is ook helemaal zo gelopen. Die loopt ook al daarheen. Dit is niet de bedoeling. Maar pompoenen zijn snel, want ze maken zich snel vast aan de grond of aan andere planten met hun, kijk, met deze dingetjes. En haakjes en draadjes. Dus als je het nu niet losmaakt, dan zitten ze zometeen helemaal verstrengeld in deze andere groentes. En dit is de patisson, die is ook behoorlijk groot geworden. Ik heb nog geen vruchten. De bloemen moeten nog open. En wel een mooie plant. Misschien hebben we deze al wat. Dit is dezelfde. Nee. Ja, wel bloemen, maar nog geen vruchten. Ja, het courgettevak. Nou, daar ben ik ook een beetje te laat mee met oogsten. Kijk, dit is wat het knoepert. Dat is niet normaal meer. Nou ja, misschien is hij nog goed voor de soep. Ik hoop het. Ik hoop niet dat alle zaden die erin zitten nu al keihard zijn al geworden. En dan moet je ze gewoon een beetje eruit halen en dan kan je het vruchtvlees nog wel eten. Ja. Dus ik ga ze wel afhalen zometeen. Door het warme weer zijn de courgettes enorm gegroeid. Dus
is een beetje zonde, want ik had ze eigenlijk wel wat kleiner willen hebben. Ja, nou ja, ik ga deze er allemaal afhalen en dan krijgt hij wel weer nieuwe. En dan hopelijk ben ik dan nog wel op tijd, dat ze gewoon klein blijven. Oh, hier ligt de dader. En zo kunnen we die blaadjes natuurlijk nooit oogsten. Zal het hier aangegeten worden? Jammer. Even denken hoor, wat moet er allemaal uit? De courgettes moeten eruit. De shallotten, de uien, de boerenkool. Maar ik begin met de aardappels. Want daar is het helemaal tijd om ze eruit te halen. Dus we gaan rooien. Kijk, ze zijn ook een beetje ingestort. Dus dat betekent dat ze klaar zijn. Even kijken wat ze allemaal hebben qua aardappels. Een beetje zoeken. Hier hebben we de. Ik zal even een beetje. Aardappels liggen. Nou, overal liggen wel aardappels. Hier liggen aardappels. Hieronder nog een paar. En lekker veel, dus die gaan we rooien. Nou, misschien wel een hele emmer vol, denk ik. Misschien wel twee. Dat is de eerste keer dat ik aardappels rooi. Even kijken of dit gaat werken op deze manier. Hier één plant. Dan doe ik even daarheen. Hier, aardappels. Ik heb van de week stiekem al een aardappel hier uit de grond gehaald en gegeten. Dat was heerlijk. Hele goede aardappels. Ik kon er mooie schijfjes van maken, maar je kan ze ook goed koken. Beetje half kruimelig. Ik moet natuurlijk zo min mogelijk die aardappels doorspietsen. Dat is een grote, hè? Verschillende formaten, groot en klein. Moet je natuurlijk goed checken of je alle aardappels eruit hebt. Als je hier wat anders neerzet. Kan het zijn dat er weer een nieuwe aardappelplant omhoog komt en soms kan dat niet vanwege aardappelmoeheid of aaltjes en dat soort dingen. Dus altijd even checken of alles eruit is. En nog een drie erbij. En nu een beetje halverwege denk ik. Dit stuk nog en die buitenste nog. Ik heb al een enorme berg aardappels. Ze komen er wel mooi uit. Ze zitten niet zo diep. Ik moet alleen een beetje oppassen dat ik ze niet doorspiet. Eens even eruit. Hier zitten natuurlijk al die aardappels lekker in de grond. Ik zag er hier eentje. Die is al boven de grond gekomen. Dan moet je mee een beetje mee oppassen dat hij niet gaat verkleuren. Dat hij groen wordt en dan wordt hij giftig. Deze valt nog wel mee. En dan hier, deze is ook boven de grond. Deze valt ook wel mee. Ik ben net op tijd, zie ik. Het is jammer dat de planten eruit moeten voor de aardappels. Dat is het weer zo'n kaal stuk hier, hè. Moeten we even bedenken wat we hier nu gaan planten. Ik denk misschien boerenkool of bloemkool of iets dergelijks voor de winter. Want de winter komt er natuurlijk ook aan en dan willen we ook eten. Even hier bij elkaar. Ik moet nog even uitzoeken hoe lang je die aardappels kunt bewaren. Ik weet wel dat je ze moet bewaren in het donker. Kijk, grote knapen. Daar mag ik veel patat van maken. Hé, hey, hier ligt ook nog een. Zometeen als ik helemaal klaar ben met alles eruit, nog een kleine check doen of er niet nog een paar in zitten.
Nou, er zijn een aantal dingen in deze tuin die niet gelijk goed gingen. Maar dit bed, dat deed het perfect, echt. De bloemkool, heerlijk zalig. En de aardappels ook. Echt een hele goede oogst. Dus is dit misschien wel het meest belangrijke stukje van de hele moestuin. Ik kan hier wel een paar maanden van eten. Nou, kijk wat een enorme berg aardappels ik heb eruit gehaald. Dit zijn alle aardappelplanten die er hier stonden. Die zijn er nu allemaal uit. Dit was de Monte Carlo aardappel. Nou, dit wordt smikkelig gewoon. Moet je kijken hoeveel. Ik weet niet of ik het kan tillen trouwens. Zo, even bij de kolen kijken. Hoe het met hun gaat. De bloemkolen. Ik zie dat daar ook nog een aardappelplant staat, die ben ik vergeten. Die is natuurlijk daar stiekem gaan groeien. Deze. Maar die heeft nog wel bloemen. Maar die groeit hierachter. Dus dan moet ik eerst dit allemaal weghalen van wat achter mijn oppeltafel staat, voordat ik erbij kan. Want zo kan ik er niet bij. Kijk, hij groeit zo. Hop. Hier overheen. Ah, ik laat deze nog even staan. Ik vind het wel leuk. Ga maar mooi bloeien. Hè? Zo, de knipper. We gaan naar de courgettes. Zo, die is los volgens mij. Ja. Tada! Maar een joekel, hè. Hetzelfde als mijn been. Dat is één. En dan zit er nog eentje aan. Nog één. Dat is mijn andere been. Nog meer, zie ik. Nee, is een beter formaat. Wat handbaarder, tastbaarder, hoe heet het? Iets. Nou ja, leuk die pyjama pakjes, maar ik heb ook nog de witte courgette en die zit hierin. Kijk, 1, 2, 3. Hoeveel courgettes ik hieruit kan halen? Ik denk misschien wel 8 of 9. We gaan even checken. We gaan erin duiken. En hier zit er 1. En witte. Beetje groot ook. Deze is niet meer goed. Kijk, daar is wat mee gebeurd. Oh, ik zie het al, zit een gat in. Dus er is waarschijnlijk een rups of een worm of zo ingegaan. Dus die gaat weg. Joekel, hè? Mooie witte. Kijken waar de... Oh, hier. Jeetje, wat een grote. Nog zo'n bowlingbal kegel. Volgende. Nog een baby. Oh. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik had gegokt 8, maar ik heb er nog eentje staan. Kijken wat dat wordt. Zo, ik denk dat dit het ongeveer is. Zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mooi aantal, hè? 10. Dus 10 dagen plus 3, 13 dagen courgette eten. Of aan de hele buurt geven.
Kijk, dit zijn de shallotten. En het is tijd om ze te oogsten, want ze vallen er gewoon vanzelf al uit. Ze groeien gewoon de grond uit. Dus dan gaan we die ook maar even oogsten. Hele kleine uitjes. Kijk, mooi. Mooie kleine uien. En het ruikt zeker naar ui. Ja, lekker een beetje zoete lucht. Niet zo sterk als die uien die er verderop staan. Ze zijn ongeveer allemaal drie, als ik het zo door heb. Kijk, deze heeft er allemaal nog maar twee. Maar dan komt, ik heb er al een keer eentje uitgehaald hier. Toch even testen, hè. Ja, vier. Deze zitten nog in de grond vast, dus die laat ik nog even zitten. Ik mag nog even blijven, ze moeten wel een beetje zeggen, zoals hier. Dan komen ze boven de grond al. Dan kan je ze makkelijk pakken. Mooie kleintjes. Deze heeft een heleboel gemaakt. Dus laat ik nog even zitten, de rest. 1, 2, 3, 4, 5, 6 uien. Voor de volgende keer. De Oost-Indische kers staat hier natuurlijk voor een reden in de tuin. Om andere insecten aan te trekken, zodat ze niet naar andere groentes gaan. En hier, kan je het goed zien, het is vol met rupsen. Zolang ze hier blijven, gaan ze niet daarheen of daarheen. Dat is mooi hier. Het heeft trouwens ook mooie bloemen. Hè? Kijken. Het begint hier. Het gaat helemaal zo. Ik denk dat hij wil ontsnappen. Onze mooie lieve pompoen. Het gaat helemaal omhoog. Het wordt tijd om even een beetje bij te knippen. Een beetje de onkruid weg hier. Dit wordt maar iets te gortig. Zo. Een stuk eraf. Kijk, dan kan ik hier nog een beetje lopen. Altijd eerst even checken of er niet een of andere pompoen groeit al, voordat je gaat knippen. Hier niet aan. Deze kan eraf. Hier wel een kleintje, ja. Maar het doet toch wel een beetje eraf. Het moet wel kunnen lopen, hè? Anders is het een groot oerwoud hier aan het worden. De pompoen kun je gewoon snoeien als je wil. Nee, niet natuurlijk het vruchten of de bloemen eraf knippen. Of de hoofdstengel doorknippen. Kijk, dit is een beetje een hoofdstengel. Dan kan je, als je die, kijk hier. Kan je een beetje meer erin duwen, dat is wat beter dan afknippen. Zo. Toch weer een beetje ruimte hier. Een beetje lopen. Niet dat het veel werkt, want ik denk dat het misschien volgende week weer helemaal vol staat. Maar ja, dan knippen we gewoon weer overnieuw. Trouwens dat de bonen ook geoogst moeten worden. Volgens mij zijn het erwten, doperwten. Die zal ik ook even afknippen. Even kijken of de bonen hebben wel genoeg boontjes hebben hangen. Ja, hier. Ik heb deze nog niet zo lang geleden in de grond gezet en ik heb nu alweer bonen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Het doet het goed hier zo. Dus ik heb zo genoeg te eten voor vanavond. Jullie doen het goed, jongens. En hoe meer bonen je eraf haalt, hoe meer bonen die je krijgt.
Dit zijn de spersiebonen. En hiervoor de haricot verts. Die moeten nog iets groter worden. Voordat ze boontjes krijgen. Die zijn ook wat later geplant. Maar de bonen plukken kun je het hele seizoen door doen hoor. Je moet er wel een beetje op tijd bij zijn. Anders worden ze heel groot. Dat zijn wel leuke kronkelbonen. Niet echt recht. Ja, pas goed bij deze moestuin hè. Mijn moestuin mag groeien zoals ze willen. Ze hoeven niet allemaal kaarsrecht. Zo, nog een paar boontjes. Het zit helemaal onder de bodem. Ik heb nog zoveel. Dus als jullie langs willen komen, kom maar. Kun je bonen plukken. Schoffelen mag ook hoor. Bijna niet meer vasthouden zoveel. Mijn nieuwe nagels al gezien. Het is wel grappig dat alles nu gelijkertijd allemaal klaar is om geoogst te worden. Ik heb bijna stress van om te oogsten. En dan weer nieuwe groentes erin en weer hup, de volgende lading, de volgende lading. Misschien volgende keer toch wat meer bloemen planten. Met minder werk aan. Maar ja. Die smaakt niet zo lekker als eigen geteelde groentes. Wegwezen jij. Je maakt al die rupsen, hè? Wegwezen. Ik zag het verder keer. Ging de koolwitje zo. Hup, door het gaatje heen. Ze werkt ook niet. Dat is een leuk idee. Het werkt wel voor de vogels, denk ik. Deze twee rode kools hebben het niet overleefd. De wortels zijn doorgeknabbeld door, ik denk, de larven van een koolvlieg. Ik heb er nog wat op gesmeerd en zo, maar het heeft niet meer geholpen. Dood gegaan. Kan ook gebeuren in de moestuin, hè. Maar ja, ik ben toch niet zo gek op rode kool, dus dat maakt me niet zoveel uit. Hoppa! Mijn worteltjes. Yay! Dat was wel leuk om er doorheen te voelen. Dat was wel lekker zacht. Ja, die zijn ook rijp. Die moeten er ook uit. Ik vind het alleen een beetje lastig om wortels eruit te halen. Ik heb het op verschillende manieren geprobeerd. Gewoon met de schep. Met de hand, met je loswikkelen en zo. Maar ja, ze breken wel vaak af, dus... Misschien moet ik ook even de giek pakken en dan in één keer flink diep erin. En nog even oefenen. Kijken of er eentje uit krijgt zo. Beetje gat graven. Nou, eentje is gelukt, maar die is een beetje klein, dus het was makkelijk. Een mooi kleurtje, hè? Rood. Beetje paars. Ik had deze ook thuis en toen dacht ik, ga ik hem even schillen. Ja, dan is hij de paars wel kwijt, want dan wordt hij gewoon weer oranje. Deze zijn nog iets te kort, of ze zaten iets te dicht op elkaar. En dan hebben ze niet genoeg ruimte om groot te worden. Maar ja, die zijn ook wel weer goed. Die kan je ook alweer afknippen en dan gewoon door de sla doen. Hè. Of voor hele kleine kinderen. Een heel klein worteltje geven. Nou, my god. Ik kijk hoeveel. Ik denk dat je met één aardappel, één courgette en een leuk bosje shallotjes wel genoeg hebt aan je maaltijd. Dus dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan de bonen. Nou, dat is meer dan 2 maanden eten. Dus jullie zien mij voorlopig even niet. Ik ben even aan het eten.